Mijn naam is Jasper Wijnekes. Ik ben eerstejaars student Finance, Tax en Advice aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja, mijn studie is zowel heel praktijkgericht als theoretisch gericht. Dat is ook kenmerkend aan het hbo natuurlijk. Maar bij ons op de opleiding worden heel veel casussen vanuit het bedrijfsleven direct betrokken in jouw lessen. Ik vind mijn studie enorm interessant. En ik heb het gevoel dat alles wat ik krijg op deze studie ook daadwerkelijk bijdraagt aan mijn kans op de arbeidsmarkt later. Je hebt het gedeelde proppenduizenjaar. Samen met Finance & Control en Accountancy deelt Finance, Tax & Advice het proppenduizenjaar. Dus de vakken in het eerste jaar zijn van alle drie de opleidingen precies hetzelfde. Hierdoor kan je ook nog voor de andere opleidingen kiezen aan het eind van het jaar, als je genoeg studiepunten hebt. Ik heb voor de HVA gekozen omdat Amsterdam gewoon een topstad is. En de HVA dan automatisch de beste keuze is, omdat die de meeste gebouwen hebben en de beste faciliteiten. Nou ja, de sfeer op onze opleiding is enorm laagdrempelig. Het is ook enorm divers. We hebben mensen van het hbo, mensen direct van de havo. Of mensen die terugkomen van de universiteit, die hebben ook. En je moet een hoop doen in groepsverband, waardoor je mensen in je klas leert kennen. Nou, de studiebelasting is enorm gebalanceerd, vind ik zelf. Je hebt sowieso één dag per week ben je collegevrij. Dit om bijvoorbeeld aan projecten te kunnen werken met je groepsgenoten. De studiebelasting is ongeveer 32 tot 40 uur per week. Maar daar komt lang niet iedereen aan. En ik heb altijd ook nog wel tijd om minimaal 3 keer per week te gaan sporten en 2 keer naar de kroeg te gaan. Over de toekomst maak ik me niet zoveel zorgen. Ja, wat ik precies wil gaan doen, weet ik nog niet zeker. Maar dat maakt ook niet heel veel uit, want de arbeidsmarkt is zo gunstig op dit moment. Dat ik me gewoon bezig kan houden met wat ik wil en niet wie mij wil. En het enige wat ik dan weet is dat ik aan het einde graag mijn groot kantoor op de Zuidas wil werken. Mijn tip voor studenten zou zijn om je zeker enorm breed te oriënteren. Ik heb zelf ook 2 jaar een verkeerde opleiding gedaan en daar heb je uiteindelijk toch wel een beetje spijt van. Ja, mocht je geïnteresseerd zijn in financiën of juist helemaal niet, kom vooral een keertje naar de open dag. Ik zal er ook zijn, spreek me aan, kan ik je alles uitleggen.